We slaan 4 over, omdat 3, ex aequo, in alfabetische volgorde, twee heel goede jonge renners nog, Greg van Avermaat en Jelle van Endert. Met 282 punten. Proffel. En toch zie je Gilbert nog aan zijn jasje frudiken, hè? En zit Nick Nuis daar enigszins bezadigd bij. Op de tweede plaats, Nick Nuis. Met 418 punten. Dus is de laureaat voor de Vuurtop in volgende keer. Meneer Gilbert. Dat is mooi gezegd. Meneer Philippe Gilbert. Met een totaal van 678 punten. Ja, al de vierde keer. Het gaat snel. En het geeft altijd... Altijd zoveel plezier, want het is ook een mooi trofee voor mij, maar ook voor de ploeg, voor de ploegmaats, voor de staf van de ploeg. Dus dat is heel belangrijk voor de ploeg in het algemeen. Ik neem aan dat je op jezelf gestemd hebt. Ja, dat kan. Ik weet niet meer. Ik denk dat Jury de Knop heeft de uitslag gezien, maar ik weet niet meer. Jij hebt dit jaar 24 keer gewonnen. Zeg eens, wat was je strafste exploot? Het is moeilijk te zeggen. Er is veel mooie overwinningen, dus één kiezen is moeilijk. Natuurlijk Luik. Luik in mijn provincie, dat is ook heel speciaal. Voor mij was het mooiste koers ter wereld, eendaagse koers ter wereld te winnen. En ik heb die droom waargemaakt en dat was echt super. Ja. Je trekt nu naar BMC. Zal iedereen daar in jouw dienst willen rijden, de klassiekers? Ja, en zeker in de Ardense Klassiek, ja. Ik moet eerst super zijn. Ik moet op mijn conditie werken. En als de conditie is aan de top, ik denk dat de ploeg moet op dienst zijn. En dat we kunnen voor de overwinning gaan samen, ja. Vervolgens is er de Tour die start in Luik. Er is ook nog de Olympische Spelen, het WK. Dat wordt een drukke zomer. Ja, dat is een heel moeilijk seizoen, want er is veel doel. De gewone doel, als ik kan zo zeggen, de klassieke. En dan de Tour, want eerst ik had de Tour niet gepland op mijn programma, maar die staat van Luik en ik wil erbij zijn, want ik wil deze ervaring leven. En daarna er is ja, Olympische Spelen, dat is het grootste evenement voor de sport. Ik wil ook bij zijn, en zeker op die parcours. En dan het WK ook met een mooi parcours. Dus het gaat ook een heel lang seizoen zijn. En ik moet alle kracht sparen vanaf nu, denk ik, om nog super te zijn in september. Stel, Philippe, je mag één koers uitpikken. Welke wordt dat dan? Ik denk het WK, want ik heb al veel mooie klassiek gewonnen en ik wil nog deze gevoel leven. Dragen die trui van het wereldkampioen, het doet toch iets, denk ik. Ik heb door Tom Boonen ook die ervaring geleven in Madrid in 2005. Ik heb heel veel getraind met Thor Hushovd, die was ook wereldkampioen. Dus ik heb een kleine ervaring met deze trui en ik zie dat het geeft veel motivatie, veel aandacht. Dat is ook een heel mooie lijn in uw palmares. 4 kristallen fietsen ondertussen, waar zet je die allemaal? Ze zijn in de kelder bij mijn bankman Edi Bielen in tegen Tienen. Dus ze zijn daar beneden met het goede rode wijn. Ja. Kan daar nog een vijfde bij of eventueel een zesde? Ik weet niet. Ik ben altijd trots om één meer te winnen, maar ik doe ja, geen doel over dat. Als het komt nog één of twee of drie, ik weet niet, ik heb geen idee. Maar als het komt nog één, ik zal heel blij zijn. Ja. 1 keer zegt hij, hoeveel keer denk jij nog? Nog een paar keer, ja. Dan ben ik op 7. Dames en heren, het echte Gilbert, winnaars van de Kristallenfiets. Mooi, hè?